Actual live in person, not Holland. Here we are, Randy Taylor live on station. Staat erop, hè? Oh nee. Divot, oh god, delete. Divot, delete. Divot, delete. Delete hem in een divot. Nou, dat deden we vroeger op school wel, een honkbalknuppel. En eromheen draaien. Ja. Nou, dan weet je echt niet waar je heen gaat. Hoor. Ja, exact geweldig. Dus over de vier trainingen gaan wij scores bijhouden. Vandaag ook. We krijgen bonuspunten hier en daar. Bonuspunten voor de eerste helft van de training krijg je punten. Winner van een onderdeel krijg je punten ervoor. Dat ga ik allemaal bijhouden. En ik zal jullie ook een beetje tussenscores geven. Zoals vandaag ook. Intussen staat in de eindstand. En dan hou ik daar dus bij. Dan gaan we kijken aan het eind van het rit. Ja, wie de short game kampioen is. Ondanks per onderdeel krijg je 6 pogingen. Ja? Maar het gaat om de bal. Elke bal dat je speelt. Ik wil graag dat jullie je routine uitvoert. Elke bal, dus je pre-shot routine wat je doet. Niet gewoon de bal naar elkaar gaan chippen of pitchen, wat dan ook. Even wat, een serieuze zaak mag ik zeggen. Even nemen, elke bal. Ja? Daar blauw, de blauw. Zie je daar achterin? Ja, daar achterin. Ja, nee, kom maar door mee, man. Nou, 6 ballen slaan. Dan uitstappen. Uithollen met zo min mogelijk slaan. Oefening 1 gaat als volgt. Er is een blauwe pion. En 30 meter verder staat een blauwe vlag. Vanaf de pion chippen we 6 ballen naar de vlag. En vervolgens holen we de 6 ballen met zo min mogelijk slagen uit. Het totaal aantal slagen wordt genoteerd op de scorekaart. Gaan we 6 ballen bij hebben. 6 ballen. Heb je 6 ballen bij? Ja. We gaan hier 6 ballen chippen, pitchen. Op de wil naar die zwakke. Ja. En dan gaan we opmeten hoe dichtbij die bal alle 6 zijn. Die meet je op. Die meet je op gewoon met stok. Je krijgt niet uit stoklengte of een halve stoklengte. Dat gewoon zo doen. Ja. 1 stoklengte. Of een half stoklengte, of anderhalve stoklengte. Duidelijk? Ja. Stoklengte, een half stoklengte. Ja? Ja. Okay. Oefening 2. Er is een zwarte pion. En 10 meter verder staat een zwarte vlag. En vanaf de pion chippen of pitchen we 6 ballen. En de afstand tussen de ballen en de vlag wordt gemeten in stoklengtes. Bij elkaar opgeteld wordt dit getal genoteerd op de scorekaart. Daar is de bunker, Roy vanaf de bunker. Oh. Af en toe een beetje harken. Ga dan wel die bal goed licht. Hè? Gewoon een goede ligging in de bunker. Ja, je speelt je bunkerslag. Naar die vlak stop toe. Yes. Oh. 1 punt voor uit de bunker. 1 punt voor op de green. En een stoklengte ervan. Ook een punt. Nou, een backspin. Nou ja. Oefening 3. Er is een rode pion in de bunker en op ongeveer 7 meter op de green staat een rode vlag. Vanuit de bunker sla je 6 ballen naar de rode vlag. Per bal zijn er 3 punten te verdienen. 1 punt voor een bal uit de bunker, 1 punt voor een bal op de green en 1 punt voor een bal binnen stoklengte van de vlag. Het totale aantal punten opgeteld wordt genoteerd op de scorekaart. Nee hoor, die afstand. Oké, okay. 2 ballen, 2 hier, 2 daar, 2 daar. Dus 6 ballen. Ja. En landen in het vierkantje. Ja. Yes? Oké. Als we het viooltje raken. Ja. Of een sandwich, geen lobwedge. Dus het landen gaat.
juist, kijk precies. In principe, maar als jullie zo'n chip maken en de hole, we gaan vanuit dat de hole erachter ligt. Je gaat een chip spelen waar je wil landen en je wil laten uitrollen. En het gaat om het focussen van waar wil je hem laten landen. Okay. Ja? Ja. En je zwaailengte daarvan. Dus je moet hem, je krijgt een punt voor als je erin landt. Ja, maar één punt als je landt gewoon in het, okay, in het vakje. Ja? Ah, vind je dat ook reëel, jongens? Ja, vanaf hier nooit. Ja. Nee, ik probeer een scenario te bedenken. En daarom zei ik eigenlijk een sandwich of een pitching wedge. Whatever, je moet hem landen daar. Heel slow. Oefening 4 nog een keertje uitgelegd. Op de green ligt een groot vierkant. Buiten de green liggen 3 witte pionnen. Eentje op 10, eentje op 15 en eentje op 20 meter afstand van het vierkant. Vanaf elke pion chip je 2 ballen en probeer elke bal in het vierkant te laten landen. Voor elke bal die in het vierkant landt, verdien je een punt. Alle punten bij elkaar opgeteld worden genoteerd op de scorekaart. Kijk, hij wordt echt goed. Landen daar. Niet in rollen, maar in landen. Landen, goed zo. Landen. Hij wordt hier landen. Countries. Moet hij daar nou eindigen ook? Landen. Dat mag ook bij me. Hij moet landen. Hij moet daar landen en moet terug uitspinnen. En we gaan 2 rondes doen. En na 1 ronde gaan we even inventariseren. Yes? Oké. Chris op de kaart. Ja, we gaan maar met 2. Ik weet niet, Marco, wat had je al een opstelling gemaakt? Wat is je opstelling, Marco? Zal het even 2 een keertje erbij raken? Zal toch wel? Ja, oké. Okay. Nou ja, wie had er dan 9? 1,5 per week. Hugo, 9. Keurig, Hugo. Je mag een meter aftrekken van zijn totaalscore. Daar wordt dus 8. Dus oké, de landingzone. Min 1. Het is gewoon een min 1. Min en 1. Ja, top. Dus je kan je score straks nu terug. Oké. Okay. De landingzone. Hoeveel? Ja, hoeveel? 2? 3? 4? 2? 2? En jullie mag er wel eentje bij optellen. Dus plus 1. Punten voor de bunkerslag. Wie heeft 15? Ik had 13, hè? 19. Zo. 19. Nee, 9. 10. 10. 10. 10. 11. Ik heb 11. 11? 11. Meer dan 11? 12. 12. 12. 12. Ik heb plus 1 bij jouw bonus doen. Oh, bij uitholen was ja, wie heeft de minste? 15. 15? Oké, maak je min 1. Ja, ik had 16. Ja. 16. Maar dan maak je min 1. Nee, precies. Dan moet je plus 3 doen. Plus 3. Let's go!